Auf los geht los. Volgende adres. Zum Tirol. We gaan naar Sol in Tirol. Oké. Karren. Karren met die geit. Twee wagens vol. Over de snelweg. Hup. Hier is de aanrijding en voorhand. Deel 2. Naar Sol. Oké. Hier begint het echte werk. Omdat we het zo leuk vinden, ja. Ja, jij? Ik niet. Over 500 meter rotonde oprijden, neem dan tweede rechts. Ja, weer heel slecht zicht. Als ik naar rechts ga, dan zie ik alleen maar vangrail voorbij schieten. Wat is er toe? Over 1,4 kilometer rechts afslaan. Over 750 meter rechts afslaan. Rij 2,3 kilometer tot bestemming aan linkerzijde. Links afslaan. Rij 2,3 kilometer tot bestemming aan linkerzijde. Nou, ze hebben wel lantaarnpalen voor 's avonds. Ja. Daar is het dorp. Met kerk. Jawel. Aankomst bij bestemming aan linkerzijde. Linkerzijde, dat is het. Dit is een slaapkamertje in Sol. Eén overnachting. Het is wel een beetje regenachtig hier. Heb je koffie, melk? Ventilator. Voor als het nog eens warm wordt. Maar het regent nu. Nou, het is allemaal al gelukt. Het geld is al over.
Ja, ik kreeg net een mail. Weer een lekkere stortbui. De wolken komen gewoon bijna tot aan de grond bij de berg. Het ziet slecht uit. Het is zaterdagochtend. Zo direct gaan we naar onze laatste bestemming hier om de hoek, het Schindelhaus. Nou, dit is Hotel Rubin. Hier hebben we weer even één nacht geslapen en ontbijtje gehad voordat we naar het Schindelhaus gaan. Dat ligt hier gelijk net achter. Dit is Sint Johan in Tirol. Voor je? Iedereen. Voor alle mensen. Thank you.
als Friedhof. Zeker. Ja, moet wel smalle beentjes hebben, niet voor mij. Die ronde. Lekker koud biertje, lekker warm theetje. Zomervakantie 2011. Handen warmen aan mijn thee. Johan, rustig.